Vaker zegt men dat kerkleiders zich niet mogen mengen met politiek, dat zij zich bezig moeten houden met kerkelijke activiteiten. Wij van Sunweb TV hebben een gesprek gehad met Steven Rijmen, politicus, tevens voorganger, en vroegen aan hem hoe hij omgaat met kritiek vanuit de samenleving. Kijk, als mensen die niet in de kerk dat zeggen, begrijp ik het. Maar als gelovigen dat zeggen, dan wil ik het niet begrijpen. Ik weiger dat te begrijpen. Jezus heeft gezegd, we zijn het licht der wereld. We zijn het zout der aarde. Dus met de gaan aan de christen. Als je het licht bent der wereld bent, moet je de hele dag in een kerk blijven. In de kerk is er genoeg licht. Je licht gaat nooit schijnen. Je moet gaan in die duisternis. Gaan in die marketplace. Gaan waar politici bij uitstek alleen aan zichzelf denken. Dan moet je daar gaan om ze te wijzen dat er een ander soort benadering is. Wat wij noemen dienstbaar leiderschap. Een benadering waar Jezus zegt, de mensen in de wereld willen hebben dat zij gediend worden. Maar jij moet anders zijn. Jij moet de dienaar zijn van die mensen. Dat is een ander concept. En wij noemen dat dienstbaar leiderschap. En in politieke termen noemen we dat ook dienstbare politiek. Het is een politiek waar we kijken naar het algemeen belang. Het is een politiek waarbij iedereen die zit binnen A20 de ideologie leert. Dat je moet omzien naar elkaar. De ideologie leert dat je niet corrupt moet zijn. De ideologie leert en onderwezen wordt. Dat je er moet voor zorgen dat je empathisch bent. Ervoor moet zorgen dat je begrijpt waardoor het volk heen gaat. Begrijp je? En dat je niet daar moet gaan zitten voor me. En de rest stik. We geloven niet daarin. We geloven in dienstbare politiek. En wat we gehad hebben in de afgelopen 60, 70 jaar, ik zou zeggen misschien door gebrek aan kennis. Daarom zijn wij een van de partijen die dat introduceren. Hebben we meer gezien partijpolitiek. Je kan sociaal-democraat zijn, je kan links of rechts georiënteerd zijn, je kan liberaal zijn. Maar als het niet gaat om het volk, dan ben je gewoon in simpele woorden een partijpolitieke partij die meer kijkt naar haar belang, het belang van haar leden, het belang van haar loyalisten en het belang van haar sponsoren. Begrijp je? En dat gaat nooit een land ontwikkelen. Wat we nodig hebben zijn politieke partijen die ervoor zorgen dat niet alleen hun belang, eigenlijk hun belang moet in onze perceptie, jouw belang moet op de laatste plaats zijn. Begrijp je? Maar als je hard werkt, word je wel beloond automatisch. Maar het gaat om het algemeen belang. Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat Suriname verheven wordt. Begrijp je? Wat we nu hebben, de goede dingen moeten we continueren, de slechte dingen moeten we elimineren. En we moeten ervoor zorgen dat er, wat ik noem, een bepaalde awareness op gang komt en een bepaalde concept van denken waarbij Surinamers begrijpen dat politici daar geplaatst zijn. En we zijn al mooi op weg daar te helpen onder die awareness op gang te brengen. Niet alleen A20, Organic Movement heeft dat ook gedaan. Ik zie Passie dat ook doen. Ik zie die groep van Lothar Boksteen en Winston Ramautar, Gies Ranang. En zo zijn er zoveel actoren die steeds meer proberen het volk erop te wijzen dat een politieke partij die macht heeft gekregen, jou geen favor doet, maar dat die verplicht is om alles te doen om het algemeen belang te verheffen. En het moment ze dat niet doen, dan moet je ze gewoon de deur wijzen in de volgende verkiezing en tonen dat we geen voorstanders zijn van nepotisme, friends and family en al dat soort toestanden. Maar dat we Suriname, we zoeken Surinamers die Suriname willen helpen, ontwikkelen en helpen, verheffen. Zodat de volgende generatie het beter zal hebben. Weet u wat? Mi bawa ouroumang. Mi kouta kwam den guru of mi. Amano demoro, apostel willen brood fleur. En dan weet hij mij altijd, Steven, jij moet weten dat er een ongeschreven regel is. Elke generatie is verplicht te werken voor de volgende generatie. En wat ik je alles aan zou doen, hoe nodig? Maar je nog geniet echt ving. Maar de boys op Nonode, toen was ik 40 jaar. De boys had 10 jaar in Nonode, 15 jaar. If Udoa Sambung, de man dat toch geniet ving. En dat is mijn oproep naar alle mensen die zich politici noemen. U moet ervoor zorgen dat u deel doet.
De gepensioneerden hebben hun deel al gedaan. De oude vakbondleiders en politici hebben hun deel gedaan. We zijn niet met alles eens, maar ze hebben hun deel gedaan. Dus wij moeten ervoor zorgen nu dat wij ook ons deel doen positief voor die volgende generatie. Dus elke generatie heeft wat ik zou noemen de ongeschreven ethische mandaat. Ongeschreven ethische mandaat dat je moet werken voor de volgende generatie. Begrijp je? Als je in de politiek wil zijn. Hetzelfde ook in een gezin. If you ben de buschauffeur, ik zorg dat je of de TV tenminste leerkracht of if I'm a katro jurist. If you ben de jurist, ik zorg dat de TV kan komoro varen. Je moet steeds het laat hoger stellen. Dat is eigenlijk dienend leiderschap. Is niet wat we gehad hebben. En ik zeg tot daar kon het. Maar nu is die informatie is er. Nu begrijpen mensen het beter. Dus ik ben blij bijvoorbeeld wat ik zie. Dat bepaalde partijen gaan naar districten en de takken. Dus ik vind het een geweldig idee. Wat een mooi concept. Begrijp je? En de Mayaksa district. Same doe met dat aan dat boom. Maar laat het niet blijven alleen vragen. Maar laat het ook zijn dat if werkelijk de man kiest politieke verantwoordelijkheid. Dat de man doet ook toe. Zat in die dus ik vind dat soort concepten. Dus mina een man. Zo moet ik ja maar die complimenteerde man zei die negro ook nee omdat de map de eigen strategie atuintig aan wat strategie en mij bedoel alle boem strategie sa afvolk is hij en afvolk etak ik kan mezelf terug daar vinden maar ik denk afvolk stem die de man dat die zodat wij niet één partij hebben die zoveel zetels heeft maar dat je een groep politici hebt die zeggen oké, het volk heeft voor ons gestemd laten we samenwerken en laten we werken op grond van de verschillende ontwikkelingsvisie die er zijn. De verschillende leiderschapvisie. En laten we het maken tot één. You know? Ko-ko-ko-ko-tro-wang. En ko-ko voor het beste, ja, volk. En laat oude politiek niet meer overheersen. Maar laat nu wat wij noemen dienstbare politiek. Meneer Weidenbos, ik ga denk, moderne politiek. Mek dat tik, Abra. Een politiek waarbij een kondre worden gedraaid like een bedrijf. Dat na eigenlijk in simpele woorden. Sana een dienstbare politiek en een moderne politiek. Je draait een bedrijf, je draait konderlijk een bedrijf. The right man or the right person on the right place. Dus dat is A20. A20 dat is belofte. Oepsa dat die wale subsidie o abif godoro. Begrijp je? Je kan een volk niet blijven verwennen. Meneer Bribina zei dat die, maar je volk wel de randvoorwaarden. Je creëert wel de randvoorwaarden. Dat een volk kan zorgen en schrijven. Dat een volk kan produceren. Dat de Chimang ze op 20 en 25 jaar kan tegen een vrouw en dat geeft me tegen een vrouw, midden in staat voor bij mijn eigen of zo. Ik ga bangen. Dat a politiek moest doen. In een mega volk afhankelijk wat de oude politiek gedaan heeft. Maar je moet ervoor zorgen dat je die randvoorwaarden creëert, zodat het volk het beter kan hebben. En die randvoorwaarden zijn niet moeilijk. Kan je in extenso 5 geven. Goede volksgezondheid, goed onderwijs, veiligheid. Zorg ervoor dat die mensen een goede huisvesting kunnen hebben. Zo twang, mijn missie. Onderwijs, volksgezondheid, huisvesting, veiligheid. Dan ga dit. Ik kan even niet erop vallen. Maar zorg ervoor. Ja, en ik kan GB voor mij. Ik ook dat gewoon 5e. Ik wil anders zeggen. Maar entertainment voor de jeugd. In de vorm dat laat de jeugd zich kunnen ontwikkelen. Niet alleen op onderwijsgebied, maar ook op sportgebied. Laten we zeggen, boy, die mensen hebben geen idee. De Maipoer van het ministerie van Sport en Jeugdzaken. Met sport kan je zoveel dingen doen. Als je talenten gaat ontwikkelen, als je een goed plan hebt, samen met de actoren die al bezig zijn, jij als regering, begrijp je? Anthony Nesty in Suriname op de wereldkaart kunnen plaatsen. Letitia Friesen en zo kan je doorgaan. Ontwikkelen je sporters. Want die sporters, je potje kondre, tapwansani en... Hoe meer sporters zich ontwikkelen, wat ga je krijgen? Je gaat ook bedrijven hebben die interesse hebben en die ontwikkelingsprojecten willen doen onder de jeugd hier. Begrijp je? Als bijvoorbeeld Real Madrid, jaren dat we 10 van de Maikare Fininov, van Manning, aan nummer 11, Fini Junior of van Manning. Begrijp je? Een man zat gewoon tegen racisme, de boy, die is aan de bal, maar jongen. Maar in ieder geval, als de man Sabi. Dat hij een aantal man dit jaar, zoals Abba,
kotika level voor Cristiano Ronaldo. Maar hij ontwikkelde man. Ik denk de man ook om investeren. Ja. Ik denk Barcelona ook om investeren. Waarom doen ze het in andere Afrikaanse landen? Maar je moet beleid hebben. Begrijp je? En als je geen beleid hebt, dan heb je een probleem. En ik denk dat politiek meer is dan een soekoe showman, een soekoe influencer en een Bart op podium. En dat die door dan doe je toch wat je wilt, omdat je eigen agenda hebt. Politiek is meer dan dat. Politiek heeft te maken dat je eigenlijk als politieke voorzitter steeds moet gaan nadenken. Hoe kan ik samen met anderen de Surinamer verheffen? Hoe kan ik samen met anderen dit land ontwikkelen? Hoe kan ik samen met anderen ervoor zorgen dat de volgende generatie het beter heeft dan ik? En zo kan je door. Eigenlijk in de bezig gaan aan Shani. Igrabutok. En is leuk, is mooi. Jullie interviewen me, maar if Asanen go moto uit mi ati, mi botak serefi kona de politiek. Je moet voor het land jezelf willen opofferen. Je moet er bereid zijn om dingen anders te doen. En ik denk dat is wat mij in feite in de politiek heeft laten komen. Behalve dat ik voelde dat je, want we spraken over de christenen die zich afvragen wat er gebeurt. Wel, die christenen begrepen het niet. Wij zouden de eerste moeten zijn die willen dienen. En dat hebben we gedaan in het verleden. Al die scholen, al die dingen zijn tot stand gekomen door religieuze organisaties. Zelf de artsen zonder grenzen. Bijna alles, de meeste mensen die zitten in spirituele dingen, zijn mensen die ervoor zorgen dat ze hun medemens willen verheffen. Dus die vraag wordt me steeds te stellen, maar ik zie die vraag als een vraag die je niet eens erop in hoeft te gaan. Maar ik moet toch erop in, een beetje, zodat je begrijpt. Maar ik ga erom, wat doe je voor je medemens?